De prooi wordt door de slang gepakt en wikkelt dan zo snel mogelijk zijn lichaam om de prooi heen. Zo stikt de prooi en dan eet de slang de dode prooi in één keer op zijn gebouwen. Gifslangen. In de kop van de gifslang zitten gifveren. Hierin wordt gif gemaakt en bewaard als de slang een prooi ziet. Bijt hij hem met zijn grote tanden snel, zodat het gif in de prooi komt en doodgaat. Dan kan de slang de prooi rustig opeten. In Nederland en België zijn maar 3 soorten slangen inheems. De gladde slang, de adder en de ringslang. De ringslang en de gladde slang zijn niet giftig en bijten zo goed als nooit. De adder is wel giftig en is te herkennen aan een zigzagteken op de rug. Een verticaal pupil. De adder is klein en stevig met een korte staart. Toen hij zo stond, toen zag hij de haan erin. En die, waar moet ik mijn klokhuis doen? En die, dat is die klok vaak zout. Dat was dus een eenvoudige markt en ook een begraafplaats. Snap je? Mijn zussen hebben mij verteld. Ik weet het niet helemaal meer precies, maar dat was zo met 2 jongetjes en... Hij had er 1. Nee, ja. Dit is ook het Colosseum. Dit is het Colosseum van buiten. Hier moet je een keer kijken en dit ook. De meeste kolibrisoorten slagen ongeveer 50 keer per seconde met hun vleugels. De vleugelslagen kunnen door de mens niet met zijn blote oog... Dat de mannetjes de vrouwtjes proberen aan te trekken en dan doen ze zo'n soort van dansje met de vleugels. En dan kunnen ze 200 keer per seconde met hun vleugels slagen in plaats van 50 keer.